Vrienden en fans, welkom terug bij Assassin's Creed Mirage. Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Valentino en welkom op mijn Let's Play kanaal. Als je de video leuk vindt, vergeet hem niet even te liken of te abonneren als je nieuw bent. En dan gaan we gewoon lekker verder. Veel kijkplezier. Yes, welkom bij een nieuwe video. Wat leuk dat je weer geklikt hebt. En we gaan meteen verder. En ik zit al in mijn skill tree en ik heb al 3 verschillende dingen gedaan. Oftewel, ik heb een kickback geselecteerd. Althans, ik had wat skill points natuurlijk gekregen. En die heb ik gespendeerd. En nogmaals, ik heb de kickback gedaan. Het ziet er wel vet uit. Dus dan kunnen we ze zo in één keer, bam, naar achter trappen. Dan hebben we even kijken, de auto collect. Loot an enemy automatically after a stealth kill or assassination. Dus dat is ook wel makkelijk. En dan heb ik als laatste een Pathfinder. En Kido's view reveals keys and highlights opportunities like chests with a glow. Secret entrances are also easier to discover. Dus dat wordt eventjes iets makkelijker met onze vogel. Oh, ik heb zo zin in dit spel, jongens. Ik ben helemaal verslaafd eraan, maar ik moet elke keer wachten natuurlijk om hem op te nemen weer. Dus ja, laten we lekker gaan beginnen. Nou, en als we dan in onze investigation map zitten, wat ik trouwens ontzettend gaaf vind dat ze dat zo hebben gedaan. Hebben we gedaan, Beshi, dat hebben we dus in de eerste aflevering voltooid, net zoals Durfis. En dan gaan we nu hier naartoe. Kudasan's Gate Guardhouse. The rebel leader might still be there. Discover Ali's whereabouts. Ali was taken to the what? Kurasan Gate Guardhouse? Few details. Laten we gewoon gaan trekken en dan gaan we daarheen. Ja, ik kan hier gewoon 10 minuten blijven staan en gewoon kijken. Het is geweldig. Let's go. We gaan lekker klimmen. Zoals we kunnen zien, onder in de hoek rechts worden we wel heel erg in de gaten gehouden. Want het ging niet helemaal soepel de laatste keer. Dus ik hoop dat deze aflevering wat beter verloopt. Ja, als ik nu langs de bewakers ren, dan zien ze me en dan willen ze me natuurlijk meteen aanvallen. Dus we moeten even opletten. Dus laten we dan gewoon lekker het hogerop gaan zoeken. Als me dat lukt. Ja, het is ook een beetje wennen aan de controls, moet ik zeggen. Maar het gaat vast wel een keer lukken. Oké, we gaan rennen. We moeten nog 100 meter. En ik word al gespot. Ik word gespot. Ja, want iedereen die herkent mij ook natuurlijk nu. Ja, ik vind het wel lastig. Want je moet wel bepaalde... Juist, zo ja. Kunnen we hier ook omhoog? Kijk, nu gaan we parcouren. Dit zocht ik. En dan zijn we er eigenlijk al, of niet? Nee, we zijn er bijna. Oh, ik moet even oppassen hiervoor. Oké, nou, ik ben officieel nu waar ik zijn moet. En zullen we maar eventjes gaan vliegen met Enkidu. En eventjes kijken waar we nou precies mee dealen. Nou, we hebben in ieder geval iemand gevonden met een sleutel. En dat is altijd handig natuurlijk. Hier hebben we een guard, daar hebben we een guard. Op zich valt het mee, of niet? Qua grootte, of verkijk ik mij nou? We moeten natuurlijk wel oppassen dat ze ons niet zien, want ze zijn natuurlijk al heel erg alert. Zijn ze hier ook nog? Oh, daar zijn ze ook nog. Ja, dat is wel lastig. Nou, ik heb er een heel stuk geselecteerd, zoals je kunt zien. Gaan we eens even kijken hoe ver we hiermee gaan komen. Even kijken hoe ze lopen überhaupt. Ik zou die aan de overkant wel makkelijk kunnen pakken, denk ik. Dus laten we dat dan als eerste gewoon proberen. Ik wil trouwens de mensen hartstikke bedanken die de laatste of de eerste video hebben geliked. Dankjewel daarvoor. Oh, hij loopt echt precies onder me nu. Oh, dit is de perfecte plek. Dankjewel. Oh, nee. Oh, nee. Nee, 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 nee. Nee, we zijn... Ja, we zijn de Sjaak. Nu, 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 nu. Assassin eet hem dan. Ah, kom op, man. Oh, het lukt ook nog. Zag je dat? Ik wou bij Assassin eten, maar het lukte niet. Ja, dat is al best. Ze hebben me gezien. Ik ben gespot. Nou, ik ben alweer eventjes aan het lopen. Alles is rustig. Ja, er liggen daar wat lijken op de grond. Ja, de controls zijn soms een beetje weird. Maar ik denk dat dat echt een kwestie is van wennen. We moeten door. Oh, er staat er daar beneden ook eentje. Kom op. Naar boven hier. En dan staat er daar ook eentje. Pak hem nu. Juist. Daar zit er eentje op een stoel. Die zou ik ook wel makkelijk kunnen hebben misschien als ik hier opklim. Kan ik bij dat... Wacht even, we doen het even anders. We gaan ons mesje pakken. Hoppatee. Die is weg. En we gaan door. Nu heb ik hieronder heb ik er ook eentje staan. Gaat dat werken?
Yes. Hier staat er ook nog eentje beneden. Dan ga ik even naar dat kistje toe. En dan gaan we deze ook uitschakelen. Want als er één iemand iets ziet, dan is het weer bingo. Kom op. We kunnen dit. Yes. En als ik dan goed kijk, dan staat hier inderdaad een hele grote bewaker. En die moeten we van achteren volgens mij aanvallen. Dan kunnen we hem uitschakelen. Want als ik met die ga vechten, dat komt niet goed. Dat hebben we al gezien in de eerste aflevering. Dat ging helemaal verkeerd. En dan gaat een bewaker hopelijk niet omhoog. Uh-oh. Ja, we zijn... We worden op dit moment gespot. Althans, onze daden worden gespot. Kijk, daar komt hij. Oh shit. Snel, snel. Ga weg hier, weg. Ja, ik wil dit goed doen. Ik heb natuurlijk de eerste aflevering best wel slecht gedaan. Ik wil nu gewoon echt dit op een goede manier afsluiten. Kom op. Nu. Nice. Hier omhoog. Ja. Find the prisoner records. Ja, dat zien we ook als symbooltje hieronder. Precies op mijn puntje. Ik zit heel even te kijken hoor. Heb ik nou alles geselecteerd? Want daarboven staan ze ook natuurlijk. Maar daar hoef ik me niet druk om te maken. Die zien mij hier niet. Ja, ik ga die uitschakelen. Daar naar de overkant. Kan ik dat vanaf hier doen? Nee, dat gaat niet. Oh, die andere bewaker komt er ook weer aan. Ja, hier naar beneden. En dan gaan we even kijken of we hem kunnen uitschakelen hier. Komt hij maar. Nu. Ja, het is gaaf hoor, dit spel, jongens. Jeetje. Ja, daar staat die grote bewaker. Die sleutels ook... Oh, er staan er nog meer. Er staan er nog meer. Ja, we kunnen hem natuurlijk afleiden. Althans, proberen. Zullen we het proberen? Nee, dat werkt niet. Nou, zoals we kunnen zien, ik heb geen messen. Dus ik moet nu gewoon creatief nadenken. Wat gaan we doen? Komt hij hier omhoog? Dat niet. Maar kan ik hem nu wel bereiken? Hij heeft het gehoord. Maar... Oké, okay, ik ben hem eventjes aan het lokken. Maar ik denk niet dat hij... Oh god, jongens. Ik ben alweer... Ze beginnen wat figuren het in de gaten te krijgen. Hey, we hebben hier nog een schatkist. Juist, ik heb twee mesjes erbij. Dus ik kan nu wel iets doen. Laten we hem gewoon proberen uit te schakelen nogmaals. Alleen dan niet door middel van een fluitje, maar gewoon door onze mesjes. Oké, okay, daar komt hij weer. Dan ga ik opstaan en dan kunnen we hem... Uh-oh. Ja, oké, okay, kijk. Nu krijgen ze door. Ik vind het wel raar dat die hele grote bewaker niks doet. Zie je dat? Die blijft de hele tijd staan. Die doet niks. Maar die gozer met die sleutel, die komt er wel aan. En dat zou natuurlijk als... Kom op. Nu. Yes. Oké, okay, die grote bewaker komt nu in beweging. Hij denkt van, nou, nu zijn er twee dood. Nou ben ik het zat. Wat is hier aan de hand? Komt hij omhoog? Nee, dat niet. Oké, okay, ik heb besloten dat ik ga omlopen. Want ik, ik trek te veel aandacht aan die kant, vind ik. Dus ik ga het vanaf de andere kant weer proberen. Kijk, want die bewaker, zie je dat? Hij is nu aan de andere kant actief. En dat is ook precies wat ik wil. Want dan gaat hij misschien zo meteen ergens anders staan. Of heb ik dat nu helemaal verkeerd? Hij heeft in ieder geval iets in de gaten. Oh god, komt hij omhoog? Nee, hij zegt gone. Dus dat betekent weg. Oké, okay, we gaan naar beneden. Kan dat? Ja, ik ga het... Oh. Ja, ik ga het risico nemen. Ik ga gewoon naar beneden en we gaan het proberen om... om te flikken. Kom op. Oh nee. Oh nee, 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 nee. Hij hoorde het. Nu, 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 nu. Is het gelukt? Ja, het is gelukt. Mooi. Oké, okay, dan gaan we nu die records pakken en dat ligt hier ergens. This looks like a crime's quarter. Oh ja, ik moet natuurlijk die sleutel pakken. Die heb ik nog niet. Oh, ik hoop niet dat ze me zien. I will collect. Oké, okay, ze zien niks. Ze staan gelukkig naar de andere kant te kijken. En dat geeft ons natuurlijk de perfecte kans om hier in te lopen. En de records te pakken. Nice. We gaan hier eventjes alles collecten. En ik pak wat dirham, dus dat is geld. En even kijken. Regroup at the bureau. Nice, we hebben het gedaan. Ik pak ook wat staal en ik pak nog wat meer dingetjes.
Zodat we ook kunnen upgraden in de toekomst. Dat is natuurlijk ook heel leuk. Juist, dit soort dingen wil ik meenemen. En dan denk ik dat ik alles heb gepakt hier. En dan is het nu gewoon, denk ik, tijd om te ontsnappen. Oftewel, we gaan hier weg proberen te komen zonder dat we gezien worden. Collect. Dat is ook weer wat geld. Even kijken op mijn kompas waar dat überhaupt is. Oh, dat is wel ver weg. 400 meter. Ja, het is wel... je moet wel echt zorgen dat niemand je ziet. Want op het moment dat dat wel zo is en je hebt zeg maar in de onderhoek... In de onderhoek, is dat een woord? Onder in de hoek zien we dat we helemaal aan het einde zitten met die zwaardjes. En dat betekent dat als ze hier zien dat ze eigenlijk meteen aanvallen. Ik weet niet of dat weggaat vanzelf. Weet iemand dat? Laat het dan even weten. Hé, hey, we hebben hier ook nog allemaal spulletjes die we kunnen pakken. Weer wat veertjes en wat geld. Yes, dankjewel. Uh-oh, we hebben daar een bewaker. Het is weer zover. Hé, hey, hoe kan hij mij zien? Wat gebeurt hier allemaal? Oké, ik probeer me de weg te banen door dit gebied hier. Ik wil natuurlijk niet dat ze me zien. Dat zou zonde zijn. Oké, nu. Kom op, snel. Oké, die is weg. Now you rest. Ja, dat klopt, ja. Oké, snel. Springen, springen. Joh, wat gaat het ineens goed, jongens. Kom op, nu. Ja, die valt naar beneden. Adios. Oh nee, toch niet. Oh jawel. Oké, nou die mensen worden helemaal gek natuurlijk zo meteen. Want die gaan dat weer zien. Die gaan weer lopen schreeuwen. Oh, wat verschrikkelijk. Oh. En dan gaan wij door. Even kijken nog. 233 meter. We hebben nog meer bewakers. Ik vind het leuk dat ze ze ook op de daken hebben gezet en zo. Dat maakt het toch wat moeilijker als dat je zeg maar plop plop overal overheen loopt. Oh, oh nee, 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 nee. Komt hij daar nu naartoe? Heb ik nog wat mesjes? Nee, dat heb ik niet. Dat is wel jammer. We kunnen natuurlijk ook gewoon de strijd met ze aangaan. Maar ik weet niet wat er dan gebeurt. Volgens mij gaat dat niet goed komen. Ja, ik heb hem. Dat was een hele mooie assassination. Oh god. Oh, die bewaker die komt. Ja, ik zit natuurlijk in hun gebied. Ik ben nog steeds bij dat, ja, bij dat kasteel in de buurt. Of bij dat guardhouse. Maar ik kom wel dichterbij. We zitten op 200 meter. En daar kom ik weer. Hoppatee. Adios. Ja, de muziek is ook echt top hoor in deze game. Echt heel gaaf. Gaan we hier omhoog? Ja, ik wil echt niet op de grond lopen nu. Want iedereen herkent me. Ze verraden me ook bij de bewakers. En ik zit eigenlijk alleen maar te hopen dat we op een gegeven moment gewoon... ja, dat icoontje weggaat. Dat we wat meer ademruimte krijgen, als het ware. Yes, die is ook weg. Kan ik wat collecten? Oh nee, dat deed ik automatisch natuurlijk. Dat had ik ingesteld. Oké, we komen nu echt bijna bij het einde. Nog 100 meter. Dat zei ik net ook al. We gaan via hier. Ja, dit is toch hartstikke gaaf, man. Moet je naar kijken. Kijk, hoppa. Roshan en Fulad will want to hear of these developments. Ja, dat weet ik. Ik ben onderweg. Is dat een bewaker? Ja, volgens mij wel. Nee, volgens mij niet. Yes, we zijn aangekomen bij het bureau. We hebben het gered. Zonder ook maar één probleem te hebben gehad. If I were in Ali's position, I would do the same. An army is only as powerful as its weakest soldier. Assalamu alaikum, Basim. Wa alaikum assalam, Ahmed. How was your journey? I am Abu Jafar. Right, my apologies. Is there a problem? Not yet. But we've discovered Ali was brokering a deal with Noor to supply the rebels with resources in exchange for his help. The Order is a thorn in his side, yes, but Ali has his sights set on the Khilafah. He will want us to honor this deal. What news do you bring? Our target is Al-Ghul. He uses prisoners and laborers to dig around Baghdad. Ghul? Ali and some of his men were captured and marked. With Beshi's help, I freed them. But Ali had been taken elsewhere for questioning. One of the rebels showed me his mark. If this list of captives is correct, Ali was sent to the Damascus Gate prison. Oh. Where are these rebels now? A watermill.
on the northern outskirts. I will meet with them. See what more I can learn about this deal. Find Ali. Watermolen. The Damascus Gate prison is the most well-guarded prison in Baghdad. This will prove to be no small challenge, I can tell you. Oh god. I will scout ahead. Meet me near the prison's front gate. Nou, ze gooien je wel meteen het dieper. Before you go, Basim, I have some useful thoughts to share. You have my ears. First, I have fashioned a board with information brought to us by our spies around the city. Consult it at your leisure. Second, these lands are ripe with materials to improve your weapons. See the blacksmith Jawar nearby. He could help you. And lastly, I am your man for any tool enhancement. Bring me materials and you will see what mastery I can provide. Nice. Tool enhancement. Each of your tools can be enhanced and customized with different effects. To upgrade the tool, visit the Biomusa, the Highland Ones Bureau. The service will cost some amount of upgrade materials, steel ingots, leather and components. Oké dan. Nou, ik heb al wat zo te zien. Dus, ik zie ook hier zo'n klein pijltje. En dat houdt waarschijnlijk in dat ik kan upgraden. Tool ammunition 4, damage 40, range 18. To unlock next tier. Zie je dat? Kunnen we dat zien? Ja, dat kunnen jullie ook zien. 20 van die, hoe heet dat? Componenten, 35 staal en 15 leer. Nou, dat heb ik. Zullen we het doen? Waarom niet? Laten we het doen. Even kijken, hoe werkt dit? Throwing knife. Ja. Dus ik kan dan dit doen. Unlock. Laten we het doen. Nice. Dus we hebben dat gedaan. Extra capacity. Increase the ammunition capacity for this tool by 2. Extended range, dus dat is hoe ver we kunnen gooien. Sharp blade. How much damage? Oh ja. Oh, dus we kunnen kiezen wat we gebruiken. Oh, dat is ook wel vet op zich. Wat zullen we doen? Ik denk dat ik ga voor deze, de laatste. Ja, want als we dan zeg maar iets verder staan, dan kunnen we zoals nog gewoon killen met één keer gooien. Ik denk dat dat wel heel handig is, dus laten we dat doen. Resourceful as always. My thanks, Abu Jafar. Nou, daar gaan we weer. Yes, we hebben hem helemaal unlocked. Nee, we moeten nog. Ali ibn Muhammad. Hij zit fijn met de Damascus Gate prison. En wat ze ook zeiden, het is niet een hele makkelijke missie. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. We gaan er gewoon naartoe. En we zien het wel. Oké, dus we gaan inderdaad eventjes naar de blacksmith. Als ik gewoon een keertje op de grond kan komen. Oké, hier zo zou het dan ergens moeten zijn. Is dit hem? Hallo? Ik kan niks. Waarom kan ik hier niks mee dan? Oh nee, komen ze weer. Ik ben alweer gezien hoor. Ja, ik denk dat ik gewoon helemaal niks kan totdat dat weg is ofzo. Hoe krijg ik dat weg? Ik kan gewoon niet op de grond lopen, want mensen verraden me meteen en het is klaar. Ja, die posters hebben we natuurlijk ook nog. Zie je dat boven in mijn kompas? Dat postertje. Zullen we dat proberen weg te halen? Misschien dat het dan wat minder wordt, want... Dit is natuurlijk ook niet echt heel fijn. Ik kan me niet eens normaal bewegen in de stad. Ah, oh, wordt alweer gezien. Oké, ik ben nu op weg naar die poster. Ja, zie je dat? Ze worden nou alweer... Of is dat geen poster? Jawel, toch? Rumors of my villainy were greatly exaggerated. Could you silence those who smear me? Take comfort, friend. You'll soon roam freely. Citizens! Okay. The Khalifa offers comfort. Kom op. Waar is die poster nou? Oh, hier. Poor likeness. Okay, godzijdank, het is gelukt. Ik ben niet meer zo bekend. Dat is fijn. Oké, kan ik dan nu wel naar de blacksmith toe? Dat is nu eventjes de vraag. Kan dat nu wel? Want dat zeiden ze van bezoek even die blacksmith. Dus dat wil ik ook doen. Ik neem aan dat dat dit is, die twee zwaardjes. Well met. Be welcome, sir. Few shop items, ja. Yeah. What do you have? Here is what's in stock. Upgrading gear. Outfits and weapons can be upgraded by Fiskin of Blacksmith or blah. Yeah. Specific upgrade schematic. The service will cost more amount of steel ingots and leather. Upgrade effects. Upgrading outfits and new... blah blah. Upgrade materials.
Oké, dus ik heb nu dit. Dit is wat ik heb. Maar ik kan daar niks mee. Ik moet nog meer iron ingots hebben. I know a thing or two about blades. En hetzelfde geldt voor dit. Dus dat is eventjes niet mogelijk op dit moment. Dat is jammer. Ja, dat is jammer dat dat niet kan. Het goede nieuws is dat ik niet meer zo bekend ben. Dus ik kan gewoon door de stad heen lopen. Zonder dat iedereen me wil onthoofden. Maar ik vind dit wel echt een van de mooiste tijden van het spel hoor. Met die mist zo en dan die zon die er doorheen schijnt. Heel mooi. Kijk, zie je dat? Ze worden nou niet meer zo... Ze zijn niet meer zo geïrriteerd als ze mij zien. Nou, ik ben er nou bijna. Maar waar is hij nou precies? Dat is natuurlijk ook weer de vraag. Waarom kan ik hier niet op? Hallo? Nou, ik ben bij de prison nu. Dit is het. En dan ga ik nu Fulat proberen te vinden. Die is hier bovenop, denk ik. Ja, ik heb gelijk. Hier is die. Ik ben benieuwd. Oh jongens, dit is een hele grote basis. As cruel and unforgiving as I remember. You were once imprisoned here. Oh. Oh no, I have never been inside. In fact, I have never stood closer than this very place. It was from here that I would fly my kite high over these prison walls. It had a unique pattern, you see. One I stitched together with my father when I was just a boy. So here I came, day after day, hoping for a gust that would take it high enough so that he would see it and know that I was here. I do not know if he ever did. I know this pain, and I am sorry for yours. Je kunt zelfs de wimper stellen van ze. Zo scherp is het. Remind us of who we are, who we can be. Speaking of paths, I see only one, and it is not inviting. Nee. No, we need to find a way to get you inside without being seen. Could this help? Where oh, did yeah. you get that? Beshi, he told me these tokens command a high value among the common folk. Indeed. You could perhaps bribe the guards to look the other way, or enlist the help of some merchants. I shall see what flavor best suits me. I will take my leave and return to the bureau. Fakakallah. Here we go. We gaan het proberen. Ja, dit wordt een hele andere koek, kan ik je vertellen. Liberate Ali Ibn Muhammad, the leader of the rebellion and ally to the Hidden Ones, has been captured and brought to the most heavily guarded prison in Baghdad. Breaching it will now be easing feet. Gizma tokens are rare currency and may be exchanged for favors with those who value them. Look for ways to infiltrate the Damascus Gate prison. Zullen we het doen? Zullen we het gaan proberen om ze om te kopen? Maar ja, ik weet niet wat, hoe dat precies moet. Kijk, dat is ook vet natuurlijk. Ik heb geen idee wat er gebeurt. Laten we het gewoon... op de zesde manier proberen. We gaan het gewoon doen. Maar dit wordt heel moeilijk. En die loopt al rond te kijken. Wat zijn ze nou aan het doen? Oké, ik ga risico nemen. Daar ga ik. Nu. Oh, dat kan niet. Ik ben de lul. Kom op, snel. Hey, what's all this day? Ja. Oh, dit wordt zo moeilijk, jongens. Waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Kom op, weg. What do you see? Oké, laten we even rondvliegen. Dat heb ik natuurlijk nog helemaal niet gedaan. Dat is natuurlijk ook wel handig om te doen. Ja, want we konden inderdaad ook praten met wat merchants. Oftewel, wat marktmensen zijn dat volgens mij. Even kijken. Juist. Dat ja. Ja, dat wil ik doen. Maar hoe kom ik hier nou weer weg? Dat is even de vraag nu. Ik heb mezelf in een heel lastig pakket gedwongen. Oh nee. Ja, het is voorbij. Spring dan. Ga omhoog. Waarom doet hij niks? Kom op, weg. Oh, wat een drama weer dit. Nou, ik ben aan het vluchten. Maar ze zien me nog steeds hoor. Ik weet niet hoe ze dat doen. Helemaal vanaf de andere kant van de... Nu is het toch gewoon klaar, of niet? Ketan, daar komen ze. Ze volgen me gewoon, hè?
Kijk, nu is het eindelijk weer rustig. Nou mensen, dat was echt een hele grote faal. Maar ik geef het natuurlijk niet op. Ik heb natuurlijk die twee mensen, hoe heet dat, geselecteerd. Van die marktjes. Of merchants, ik weet niet hoe dat heet. Handelaars volgens mij zijn dat, merchants. Dus ik ga het gewoon via die weg proberen. Ik zie ook niet onder in de hoek dat ze me aangevallen als ze me zien, meteen. Dus dat is ook wel fijn om te weten. Hieronder staan trouwens ook bewakers. Laat ik dat maar niet doen. Ja, het is alleen heel frustrerend dat die controls soms... Je zag het ook, hè, dat ik omhoog wou, maar er gebeurde gewoon niks. En dat is echt heel frustrerend als je gewoon weg wilt. Dat je dan niet wegkomt. Wat is je nou... Zie je, dit bedoel ik. Het is heel weird. Zie je dat? Ik weet niet wat dat is hoor. Het zal wel. Ah, kom op. Er staat er alweer eentje. Are you men with Ali? We were. But it has been weeks since we have seen him. And the rebels have all but disbanded. That is only temporary. Ali is being held in this prison. Ali? Here. I feared him dead. I will free him. But I need your help to get me inside. And who are you? We want nothing more than to see our leader return, but... How do I know you can be trusted? Omkopen zeker. Ja, dat dacht ik ook. Offer token to hire. Never mind. Waarom kan dat niet dan? I see. Oh god, het kan niet eens. Nou, dan gaan we het via die andere kant proberen. You are shrewd men of business. Care to hear a proposition? So long as it is an attractive one, my friend. What is it? I need to get into the prison. Unnoticed. I thought perhaps you could let me pose as one of your aides. Possibly. And in exchange? Ja, dan wil je natuurlijk weer dit hebben. Dat heb ik ook niet. Let me think on it. Nou, dat is ook niet echt heel positief. Dat gaat natuurlijk helemaal niet. Hoe ga ik dit nou godsnaam doen? Ja, er staan echt belachelijk veel bewakers op dat kasteel. En in dat kasteel, neem ik aan. Kijk dan alleen al hieronder. Oh, kijk. Damascus Gate Prison, ja. Oh, dat is gewoon algemeen. Ik dacht, daar zit hij. Oké, ik heb er eentje geroepen. Ja, we zullen toch ergens moeten beginnen, neem ik aan. Even kijken of dit wil. Nu. Yes, oké, dat is één. Gaan we door met nummer twee. Nee, nee, nee. Dat is niet de bedoeling. Ja. Dankjewel. Nou ja, ik heb geen idee waar die überhaupt zit. Het is zo enorm groot hier. Ik begin al die bewakers maar uit te schakelen. Eén voor één. Nou, die is toch ook niet meer? Dankjewel. En dan ben ik alweer uit de gevangenis. Ja, ik denk... Dat ik echt van die tokens nodig heb om dit te kunnen doen, want... Ja, dit werkt toch niet, of wel? Ja, ik heb net even gevlogen en hier zit het ook helemaal vol met die lui. Hier kan ik er ook niet in, want ze staan daar naar het water te kijken. En wat voor opties hebben we dan nog meer? Ja, van bovenaf, maar ja, dat staan ze ook allemaal. Er moet toch een manier zijn om daar op te kunnen komen zonder dat we gezien worden. Zal ik het proberen? Ik ga via hier. Kijk, nu zijn we zeg maar in dat restricted gebied. Ja, dat weet ik. Maar dat is het spelletje. Let's go. Oh, dat kan ook niet. Maar dat is wel, dit is inderdaad wel pittig. Dit is niet heel makkelijk, kan ik je vertellen. Ik wacht even totdat hun voorbij zijn. Yes. Kan ik hem pakken? Snel. Nu. Drop. Yes, dankjewel. Oh, ik werd alweer gezien volgens mij. Oh, snel, snel, snel. Dit zit lastig, jongens. Dit is zo moeilijk. Hij had het echt net niet door. Ze zagen wel dat ik iets deed.
En nu staan ze echt zo te kijken van wat was dat? Ik zit ook te kijken van hoe kom ik hier omhoog? Kan ik via daar omhoog? Ik hoop het wel. Zie je dat? Daar op dat ding, die dingen daar. Kan ik daar omhoog klimmen? Ik ga dat zo meteen proberen. Ik wacht even totdat hun weer weg zijn. En daar ga ik. Ik ga het gewoon proberen. Ja, dat kan wel. Maar wat is hier dan? Gaat dit werken? Oh jongens, wat is dit lastig zeg. Ik moet alles... Kijk, dat bedoel ik. Daar staat hij gewoon. Er stond er eentje. Ja, zo ja. Dan ga ik wachten tot hij weer hierheen komt en dan gooi ik hem eraf. Hold on. Juist. Oké, mooi. Dat is er weer eentje minder. Godzijdank, we zijn wel dichterbij. Oké, dus nu wordt het... Het is echt de sluipmissie. Het is echt proberen dat niemand je ziet, want... Op het moment dat ze dat wel doen, ben je gewoon de Sjaak. En ik presteer het bijna. Oh, is dat zo? Wait, what? Snel, snel, snel. Oké, en nu? Ja, even kijken nog een keer. Oké, daarboven hebben we een hele grote. En die heeft ook een soort van toetertje als symbool. En ik denk dat die, als hij die aanvalt, dat hij dan boos wordt. Dat hij dan heel hard gaat toeteren en dan komen ze allemaal. Maar ik ga het wel proberen om hem uit te schakelen. Oh my god, ik schrok me dood. Ik denk als hij me ziet, dan is het klaar. Als hij me ziet, dan is het echt klaar. Die is heel sterk. Oké, hij loopt nu weg. Nu. Ik heb hem. Lekker bezig. Oh, er stond er nog één. Nice. Hey, collect. Kunnen we wat pakken? Ik pakte een mesje. Nu. En dan ga ik even kijken. Ja. Oh, we kunnen een... we kunnen upgraden. Maar ik wil natuurlijk even eerst wat anders doen. Ja, componenten hebben we. Ja, even kijken hoe ik dit nou ga doen. Kom op. Go in peace. Nice. En nu gaat deze ook. Zo. Nou, ik moet zeggen... Het gaat wel. Hé, trouwens, wat is dit dan? Kijk, daar moet ik zijn. In het hart van... Oh, maar er staan ook allemaal mensen. Oh jeetje, daar staan ook allemaal bewakers. Ja, dit gaat nog wel even duren voordat ik hier doorheen ben. Maar het gaat wel op zich, het gaat wel. Beste mensen, dit was hem voor vandaag. Vond jij dit leuk om te kijken? Vergeet dan niet even te liken of natuurlijk te abonneren als je nieuw bent. En dan ga ik je natuurlijk bedanken voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik je te zien in een nieuwe. Tot dan, doei.